legendarische kist. Met de legendarische kaart. En we gaan hem openen, jongens. Wat zit erin? 3, 2, 1. Yo, dames en heren, ik ben Tobof en welkom bij een nieuwe video van Clash Royale. Ik heb een heleboel potjes gespeeld en wat krijg ik? Ja jongens, dat staat in de titel. Een legendarische kist. Daar krijg je sowieso legendarische uit. Oh mijn god, ik ging helemaal uit mijn dak toen ik het kreeg. En de dag daarop, want de legendarische kist duurt precies één dag om te ontgrendelen, heb ik een epische kist gekregen. Hoe dat kan, vraag mij dat niet. En toen, dacht ik van, ja, dat moet ik met jullie samen gaan openen. En dat gaan we ook doen. Kreeg ik nog een reuzenkist. Dus we hebben 3 speciale kisten om te openen. Dus laten we nu naar Clash Royale gaan. Wij zijn hier bij Clash Royale. Kijk dan. Hier, de legendarische kist. De epische en de reuzenkist. Oh, laten we ze gewoon allemaal gaan openen van slecht naar goed. Ja, goed idee. Oké, eerste gratis kisten. Nou, 63 munten. Dat is niet verkeerd. Zo, raket. Wow, het wordt hier echt een beetje donker. Oh, het onweer. Fijn. Oké, 8 gunstelingen. Nou, redelijk. Oké, 2e gratis kist. 64 munten. Meer zeldzame. Ik ben er blij mee, hoor. 8 pond. Helaas geen epische. Maar het kan nergens. Oké, de zilveren kist. Wat zit erin? 53 munten, dat is minder dan de gratis kist. 3 pijlen maar. En 6 boogschutters. Oké. Nu de kroonkist. Ik ben benieuwd. Kijk, dit is goed, jongens. 3 edelstenen bij. Sublim. Ja, dat is veel beter. Kijk dan. Oké, epische, epische, epische. 5 zeldzame. Vooruit. Nu komen wij eindelijk bij de speciale kist aan, jongens. Ik ben zo blij. Oké, de reuzenkist. 3, 2, 1. Jeetje! Bijna 1400 munten, dat is niet normaal. Sinds wanneer kan je zo weinig kaarten uit je reuzenkist krijgen? Oké. Het begint nog te regenen ook. 23 mega gunstelingen kaarten. Oh, het zou leuk zijn als ik hier heel veel episch uit krijg. Nee, oké. 194 gunstelingen. Ik heb betere reuzenkisten gehad. En ik ga nu harder praten omdat het keihard aan het regenen is. Oké, nu de epische kist. Oh. Je krijgt alleen epische kaarten uit. Ik druk gewoon. 1 epische kaart. Ik heb op YouTube gezien dat ze soms 7 kaarten eruit kregen. Oké, skeletleger. Ik heb er niet zoveel aan. Dat zie je. Oké, we hebben een prins. Yes! Oh mijn god. Oké, dat is mooi. En nu wil ik, wat wil ik graag? Nou, maakt me niet zoveel uit. Zo, 6 kaarten. Oh mijn god. En nu, jongens. De meest epische kist van heel Clash Royale. En dat is de legendarische kaart. Legendarische kist. Met de legendarische kaart. En we gaan hem openen, jongens. Wat zit erin? 3, 2, 1. Oh, de ijskovenaar. Oh, wat een opluchting dat het geen boomstam is. Of een houthakker. Oh, ik ben hier super blij mee. Echt waar. Oh mijn god. Ik ga hem gebruiken, jongen. Waar staat de ijstovenaar? Hier staat hij. Oh mijn god. Deze ijskoude magier gooit ijsscherven naar vijanden om hem
verplaatst is en aanvalsnelheid te vertragen. Ondanks het feit dat het een coole kick is, heeft hij een super sexy krilsnor. We gaan hem gewoon gebruiken. Ja, en we gaan de prins ook upgraden. Perfect, kijk dan. Holy shit. Niet normaal, man. Oké, nu doe ik nog een test. Want dit is op Blue Stacks. En als het goed is, is dat met mijn telefoon verbonden. Dus laten we nu even mijn telefoon erbij gaan pakken. Oké, jongens. Ik ben benieuwd of het goed heeft gesynchroniseerd. Anders ga ik echt keihard uit mijn dak van boosheid. Oké, hij is aan het starten, jongens. Ho, ho. Please, 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 please. Als het goed is, staan er geen kisten. Oké, dat is een goed begin. Yes! Oh, lekker man. Oké. Ik ben blij. Ja. Hierna komt weer een normale video hoor, jongens. Dames en heren. Heb je van deze video genoten? Beloon dan met een duimpje omhoog. Wil je heel graag tegen mij een potje spelen? Join dan mijn clan, Toclan, op Clash Royale. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!